Een hele goede morgen. Op het moment dat ik het opneem, dan sta ik op het vliegveld van Bari. En er zit ook voor mij het Ciao Bella weekend erop. Ik zal even kijken. Volgens mij, ik weet niet of je nog om het hoekje kan kijken. Nou goed. Hier zijn de vliegtuigen en gaan we zo... in het vliegtuig stappen. Dus ik heb nog een paar minuutjes en dan had ik echt zoiets van, nou, ik ben opgestaan met deze gedachte. Ik dacht, nou, hoe dan ook, ik moet gewoon dit voor je filmen. Dus ja goed, dan maar niet een heel mooi uitzicht en staan we gewoon op een vliegveld. Waar ik het heel graag met je over wil hebben en heel graag met je wil delen is, pak jij wat je nodig hebt. Een inzicht die, ja, ik weet niet wat dat was of waar ik vannacht mee bezig ben, maar ik had zoiets van, nou, ik moet dit gewoon nu posten. Ik zet hem even op pauze. Nou, ben ik weer. Ik had hem even op pauze gezet, want er werd een vlucht opgeroepen. Dat heb je natuurlijk wel, dat er een vlucht opgeroepen wordt. En dat ik mezelf niet eens kon verstaan. Maar goed, wat? Ik ben hiermee wakker geworden, want waar gaat het over? Kan jij dus pakken wat je nodig hebt? En ik ga je even meenemen met een voorbeeld. Stel, je hebt gewoon een fantastisch idee dat je denkt, jee, ik ga pannenkoeken maken. En voor jezelf, of je weet dat je de anderen, of je kinderen, of in ieder geval dat je iemand er blij mee kan maken. En dan denk je, nou, ik ga gewoon aan de slag, ik ga pannenkoeken maken. En op het moment dat je wil beginnen, dat je denkt, oh, moet ik wel mail hebben. Ik heb alles behalve mail. Dus je gaat naar de winkel en je loopt naar het schap en je ziet dat daar nog één pak mail staat. Je kunt doen van oké, dus ja, je hebt pannenkoeken nodig, dus je kunt dat pak pakken. Je kunt ook zeggen, als ik dat doe, dan is degene die na mij komt, die heeft geen mail meer. Dus je kunt zeggen van oké, ik laat dat pak liggen, want ja, stel je voor, dan heeft iemand anders dat niet. Of je kunt zeggen, als ik nu dat pak mail koop, dan gaat het me geld kosten. Dus je kunt zeggen, hè, een keuze maken van ga je dat pak mail maken en toch die heerlijke pannenkoeken maken. Of zeg je van nou nee, dat kost, dat is toch een kleine investering en ik doe het niet. En eigenlijk kun je dus nog uren voor dat pak mail staan en te bedenken waarom je het niet zou kunnen kopen, waarom je het niet zou doen. Op het moment dat ik dit vertel, dan denk je, nou die sport niet, waarom zou je dat doen, waarom zou je dit soort dingen... Waarom zou je hierover nadenken? Je hebt toch dat pak melk nodig? Je hebt gewoon die mail nodig. Daarmee ga je toch je creatie maken. Ga je lekker die pannenkoeken maken. Op het moment dat ik dit verhaal vertel, dan denk je, nou, dan ben je toch achterlijk. Je pakt gewoon dat ding, je rekent af en je gaat gewoon door. En met wat waar je zo blij van wordt. Ik neem dit voorbeeld, want wij doen dit ook. En op het moment dat we dit doen, doen we bijvoorbeeld in onze carrière en zeker in ons bedrijf. Op het moment dat je gewoon wakker wordt met het idee van dit is zo fantastisch, ik ga dit doen. En is dat een gevoel en ga je ervoor, maar op het moment dat we dat dus moeten gaan realiseren, dat we dus tegen dingen van wat heb je nodig, dat we dus tegen onszelf allemaal bullshit, hè, allemaal... dingen vertellen dat je denkt, hoezo dat? Dat je dus op het moment dat je denkt van, nou dit is het, ik ga daar geld mee verdienen, dat je dus ook denkt, oh ja, maar ja, wie gaat mij nou betalen? Of dat je er een prijsje op moet zetten, of van kijk, heb je een bepaald product, een tastbaar iets, dan is het misschien nog wel makkelijker, maar op het moment dat je zoiets hebt van, nou, het is een dienst of een noem maar op, waardoor de prijs wat onduidelijk is. Ja, wat voor prijskaartje ga je erop plakken? En dan komt ook van, nou weet je,
Ja, maar hè, dan komt er een verhaal van, ja, maar goed, weet je, is dat nu misschien niet te veel? Of wie gaat dat nou betalen? Of net als hè, voor mij, ik heb ook die bezwaren gehad van op het wel of niet, of ik gewoon een personal coach wil zijn. Dat je dus gaat kijken van, ja, maar er is al zoveel. En wie zit nou op mij te wachten? En noem maar op, je kunt het zo gek bedenken wat je allemaal vanuit je onbewuste, dat al op een gegeven moment tegen jezelf zegt, dat je dus op een gegeven moment zegt, oké, laat maar zitten. Nou ja, dan gaat dus je business opportunity of je carrièrekans of jouw droom. En dus dat is heel grappig. En zo, ik sta hier gewoon, de zon gaat schijnen, ik ga gelijk helemaal glimmen en... goed, zie je me boeien. Ik wilde dit gewoon heel graag gewoon met je delen. Omdat we dit soort dingen gewoon onszelf vertellen. En ik weet dat een aantal bellas dit afgelopen weekend met enorme inspiratieboost naar huis zijn gegaan. Zo fantastisch. Dat je dus, dat is iets dat, nou, ik moet dit gewoon even delen. En ook gewoon, ben jij degene die nu kijkt en zegt van, nou, weet je, ik wil inderdaad dit en ik heb dat gevoel, maar ik durf niet door allerlei onzin wat ik mezelf vertel. Control all delete en volg gewoon je hart, jouw passie waar jij warm van wordt, want je kunt het. Je kunt hier, dus ik zou zeggen... Op het moment dat je dat soort stemmetjes allemaal hoort, en ik bedoel, ik ben niet schizofreen of iets dergelijks, maar dit zijn wel dingen die we tegen onszelf vertellen en beperken ons in wat we willen doen en in onze dromen. Ik zeg, girl, go for it en volg gewoon je hart, volg je droom en je passie. Dat is altijd goed. Nou, ik moet zo instappen voordat ik mijn vliegtuig mis. Nou ja, overigens zou ik het niet heel erg vinden. Het was ook gewoon weer zo mooi en zo leuk. Ik moet stoppen en in gaan stappen. Tot de volgende keer. En ik hoop je met deze aflevering tot inspiratie te zijn. Doei doei. Of in ieder geval, ciao ciao, Bella.